Het bestuur van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSE, wil met Afro-Surinaamse organisaties en individuen samenwerken aan de invulling van de herstelagenda over het slavernijverleden. Vanmorgen heeft het instituut een expertmeeting georganiseerd waarbij er voornamelijk is gebrainstormd over hoe Afro-Surinamers willen werken aan herstel. NINSE-voorzitter Linda Nooitmeer benadrukte dat bij het uitwerken van de herstelagenda er eerst goed uitgelegd moet worden wat wij onder doorwerking van het slavernijverleden verstaan. In Nederland duiden wij de doorwerking als volgt. Alle structuren die in hun aard, voorkomen en uitwerking de inferieure positie die men mensen met Afrikaanse roots wenst toe te bedelen. Wij vinden ons niet inferieur, maar het wordt ons wel opgelegd. En alles wat daarmee te maken heeft, dat zien wij als een voorbeeld van die doorwerking. Alles wat een herhaling is van zetten, alles wat een herhaling is van 400 jaar nadat de eerste persoon met Afrikaanse roots tot slaaf gemaakt werd, alles wat een herhaling is van het niet luisteren naar de Afrikaanse stem, geen erkenning van Afrikaans intellect, ontkenning en onderwaardering van de Afrikaanse identiteit en de spiritualiteit. En in de Nederlandse context, in Nederland, merken we dat eigenlijk dagelijks. Nooitmeer zegt dat hoewel koning Alexander en premier Rutte excuses hebben aangeboden voor het slavernijverleden, de doorwerking nog actueel is in Suriname en Nederland. Bepaalde slavernijstructuren zijn er nog voornamelijk onderdrukking. 1 juli was bij ons nooit een feestdag. 1 juli is bij ons en bij mij nog steeds een dag van bezinning. En op 1 juli, wat eigenlijk de dag is van de afschaffing van de slavernij, en eigenlijk niet gewoon dag der vrijheden, maar specifiek gelinkt is aan die Afrikaanse traditie en het feit dat de slavernij is afgeschaft, gingen wij naar die wijken in Paramaribo, waar de nazaten van tot slaafgemaakten nog steeds woonden in de kleine huisjes, eigenlijk krotten van hun voorouders. Omdat zij de armoede niet hadden kunnen ontstijgen. Omdat zij het systeem dat hun onderdrukt niet kon ontstijgen. En het devies van mijn vader, hij leeft nog hoor, die is altijd geweest: zolang onze broeders en zusters op die manier in Suriname wonen, is er geen reden tot feest. En dat is iets wat ik nog steeds met me meedraag. En het gaat er niet om ruzie te maken, maar het gaat erom om het op tafel te leggen. Want alleen door zaken te duiden, op tafel te leggen, te bespreken, kunnen we werken aan die toekomst, aan die heilzame verwerking, kunnen we werken aan herstel. Vanuit de inleiders en genodigden werden er diverse zaken aangehaald waarmee gewerkt moet worden in de komende periode, zoals het samen constructief optrekken in dialoog. Vanuit de inheemse werd duidelijk gemaakt ook graag hun eigen traject van herstel te willen inzetten. Namens het platform Slavernijverleden Suriname zei trekker Silvano Tjonahin dat het antwoord op de excuses nog moet worden geformuleerd en dat de dialoog op nationaal niveau moet worden omgezet in beleid. Andermaal werd vanochtend diverse keren het belang van eigen onderzoek in de Surinaamse geschiedenis benadrukt.